VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV zet de goede lijn van voor de winterstop door tegen ADO. Straks de beelden en reacties. En we blikken vooruit op misschien wel een heet avondje NAC. Wellicht de langste doelman die we momenteel in de Eredivisie zien rondlopen, Oenerstal. Aan de andere kant een beste mogelijkheid voor VVV. En wat een kans. Uit die verre trap moet VVV na 4 minuten op voorsprong komen. Althans, dat kan op voorsprong komen via T. El Kayati. Oenerstal die bal niet lekker wegkrijgt. Dan wordt hij van richting veranderd. Dan zit hij erin en staat ADO op een 1-0 voorsprong. Nog maar eens kijken. De vuist van Oenerstal. Dan wordt die bal ingeschoten. Ja, Johnson steekt een been uit. Krijgt daar de bal tegenaan. Het betekent niet alleen 1-0. Het betekent ook voor de ADO-spits zijn 8e van dit seizoen. Rutten. Van Krooij onderuit. VVV houdt balbezit. Kan door via T. Met die bal in één keer voorlangs. En Hunten. Dat loopt maar net goed af voor ADO Den Haag. Dat is de tweede grote kans voor VVV. Van Krooij die raakt de paal. Buiten bereik van Swinkels. En dat is met die twee mogelijkheden voor rust erbij opgeteld. De derde goede mogelijkheid voor VVV om te scoren. Dekker. Opoku. En zo kan hij erin. En zo moet hij erin. Van Krooij opnieuw met een wereldkans. Zijn tweede na rust. Beugelsdijk niet mee voor de zekerheid. Dat is hem ongetwijfeld verboden door Groenendijk. En hier kan hij dat onderstrepen. Hij mist het kopduel. En VVV alsnog met de verdiende gelijkmaker. Jazeker. Opoku zorgt 5 minuten voor tijd voor een meer dan verdiende gelijkmaker voor VVV Venlo. Ja, kansen benutten dit seizoen blijkt lastig voor de ploeg van Stijn. Die daar vorig seizoen een divisie lager in uitblonk. Meijers, loopt dat goed af? Nee, dat loopt niet goed af omdat Hooy de bal inlevert. Kastelen met een gelukje. Daar komt 1-2. Wat een wereldmogelijkheid voor Seuntjens. Oi, oi, oi. Dat is kans nummer 5. En uit 5 kansen maar 1 goal maken. En dan uiteindelijk nog misschien je handen mogen dichtknijpen als je hier met 1-1 van het veld stapt. Wat laat VVV op basis van het aantal grote scoringskansen hier een geweldige mogelijkheid liggen. Ik vond dat we de eerste helft iets te afwachtend speelde. Er lagen heel veel mogelijkheden om voetballend ADO de basis zijn. Desondanks hadden we denk ik 2 hele behoorlijke kansen om te scoren met Lennart en met Torino. En nog een aantal mogelijkheden waarin we slordig waren in het uitspelen van de counter. Daarentegen had ADO eigenlijk maar 1 halve kans en die lag gelijk binnen. Dus ik vind dat we de tweede helft hebben dat heel goed opgepakt. Zij hadden heel veel moeite met ons in de tweede helft. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd tot het terechte 1-1. Maar eigenlijk hebben we iets te weinig gekregen. Als je ziet hoeveel kansen we hebben gekregen. Wat je hebt weggegeven, maar eigenlijk nauwelijks wat weggegeven. Ik denk zeker dat je misschien wel 4-5 100% kansen hebt gehad. Dus dat is jammer. Maar aan de andere kant ook wel weer heel goed te zien dat je uit in Den Haag, waar het toch heel lastig spelen is, toch gewoon met gemak op de been blijft. Danny Post zat zaterdag voor het eerst na lang blessureleed weer op de bank. De aanvoerder is blij weer terug te zijn. Het heeft heel lang geduurd en het is gewoon heerlijk om nu met de jongens weer op het veld te staan. Ja, was je er weer helemaal klaar voor in het nieuwe jaar? Ja, kijk, je komt gewoon van een hele lange vervelende blessure en dan kom je uit die winterstop en die heb je dan nog nodig om te herstellen en op te trainen. En, ja, ik kon er niet gelijk de oefenwedstrijd in de winterstop gebruiken om aan te sluiten, maar dat doe ik nu. Ik heb gisteren een helftje gespeeld in het reserveteam en dat is goed gegaan en ik heb vandaag de partijen meegedaan, wat ook goed ging. Dus het ziet er allemaal heel goed uit. Ja, blessure aan de voet, was dat is helemaal weg? Nou, helemaal weg. Het is een peesblessure. Dus die moet ik weer optrainen. Die moet belastbaar worden. Dus na een training of na een wedstrijd voel ik nog wel dat die pees stijf is. En daar moet ik gewoon elke keer minder reactie van hebben. En zo moet het langzaam helemaal weggaan. Ja, dan moet je je plekje weer terug veroveren. Of niet? Voelt dat zo?
Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk een wat lastige fase gehad toen ik geblesseerd was. Daarna hebben we het heel goed gedaan. En ja, nu ook weer de ADO uit. Dus ja, ik zal gewoon mijn plekje weer moeten vechten. Maar voor mij staat nu gewoon voorop om helemaal wedstrijd fit te worden en 90 minuten kunnen spelen. En voordat ik dat heb, dan zal ik me maar eens druk gaan maken om mijn positie. Deze week kwam er eindelijk duidelijkheid over een van de gehuurde spelers. Kelechi Nacali van Arsenal is vertrokken naar Maastricht. De middenvelder, die in Venlo weinig aan spelen toekwam, maakt het seizoen af bij MVV. Nog geen duidelijkheid is er over Etienne Amanjido en Mink Peters. Die gesprekken lopen nog volgens manager voetbalzaken Stan Valks. Amanjido staat overigens niet meer bij de selectie op de site van VVV. Peters is hersteld van een blinde darmontsteking en weer terug op het trainingsveld. Ondanks het aanstaande vertrek van de huurlingen maakt Stijn zich geen zorgen. Nou, als wij er nog 3 dreigen te verliezen, dan is het misschien wel in aantallen handig als er nog iets bij komt. Maar in eerste instantie zijn het er 2 om 2 en de rest gaan we wel zien in de komende week. Is niet iets wat je zorgen baart? Nee, helemaal niet. Omdat ik erg tevreden ben met hetgeen wat we nu hebben. En ik maak me niet zo snel zorgen om dat soort dingen. Of Amanjido en Peters nu wel of niet vertrekken, er komen volgens Valks geen nieuwe spelers meer bij. Na ADO staat er opnieuw een uitwedstrijd op het programma voor Stijn en zijn mannen. In Breda wacht een heet avondje NAC. Het idee dat mijn ploeg, die is daar niet zo snel van onder de indruk. Die zijn standvastig. Het is heel duidelijk hoe we spelen. We geven de spelers veel vastigheid. Het is een hele stabiele groep. Ja, die worden niet warm of koud van 20.000 mensen op dit tribune. Hier bleef het 0-0. Verwacht je weer zo'n wedstrijd? Nou, weet ik niet. Hier zat daar niet meer in, vond ik, van onze kant. En dat moet je elke keer bekijken. We willen eigenlijk altijd voor de winst gaan. Maar ja, soms moet je ook genoegen nemen met een gelijkspel. En afgelopen week had er meer in gezeten. Nou, dat is dan jammer. Maar bijvoorbeeld in de thuiswedstrijd tegen NAC vond ik NAC zeker in de tweede helft een aantal keren behoorlijk gevaarlijk. En dan koester je soms ook het punt. Want elk punt is er ook één. Je had er toch anders heen gegaan als het echt om de onderste plekken gaat. En je staat nu toch wat daarboven. En je kan gewoon een hele goede stap zetten als je daar wint. En of in ieder geval niet verliest. Maar ik denk dat we heerlijk met vertrouwen naar NAC uitgaan. Ik ben blij dat je weer op de bank mag gaan zitten. Ja, zeker. Want dat is toch wel een hele andere belevenis als je op de tribune zit. En op zich vind ik niet dat je het verschil ziet of ik nou op de bank zit of jij of Mark. De jongens die weten wat ze moeten doen. De afspraken zijn duidelijk. Alleen als je de hele week als eindverantwoordelijke bezig bent, dan wil je het ook heel graag afmaken op zaterdag. En dat kan weer gelukkig. In de Eredivisie is het lang geleden dat VVV nog eens wist te winnen in Breda, namelijk in 1978. De laatste ontmoeting tussen beide teams in het Radverlegstadion eindigt in 0-0, nadat de Venlonaren 2 maanden daarvoor voor de beker met 0-2 wonnen. Een jaar eerder was er ook winst voor VVV in de competitie. De enige treffer in dat duel werd in de 14e minuut gemaakt door Bredanaar Ralf Suntjes. VVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.